Mijn naam is Koos Breukel, ik ben fotograaf. En ik wil een voorwerp laten zien waar een bijzonder verhaal aan vast zit. En ik zal even. Dat is een hele oude camera. En dat is deze camera. Dit was de amateuruitvoering eigenlijk van de professionele Rolleiflex. En de eigenaar van deze camera, dat was Erik Hameling, was een vriend van mij. En nadat hij deze aan mij gegeven heeft, is hij overleden. En toen bleek dus na zijn dood, bleek er nog een filmpje in te zitten. Daar stonden twee zelfportretten van hem op. Ik heb ze hier neergezet. Ja, dat vond ik eigenlijk haast een soort geschenk uit de hemel. Om alsnog op een onontwikkeld filmrolletje een portret van je vriend terug te vinden. Ik ben nu bezig eigenlijk met een project met allerlei camera's van bekende fotografen in Nederland. Om die weer nieuw leven in te blazen. En ik heb deze uit mijn opslag gehaald. En ik zoek nu eigenlijk een fotograaf die daar eigenlijk mee wil gaan werken. Probeer door weer een filmpje in te doen, wordt een soort hommage aan de analoge fotografie. Maar ook een hommage aan de fotografen die ermee gewerkt hebben. Hij heeft een heleboel camera's aan mij gegeven om uit te delen aan studenten van de Rietveld. Dus hij had duidelijk wel een soort idee van, na mijn dood moeten die camera's gebruikt worden. En, dus ik denk dat hij dit idee fantastisch had gevonden. Daarom wil ik deze camera graag voordragen voor de virtuele vitrine.